ook bij deze nieuwe video. In deze video ga ik bakken. We gaan de roze van Dr. Oetker maken. Deze is nieuw, dus ik dacht van kunnen we altijd even leuk maken. En Ilse is op vakantie en ik ga morgen naar haar toe. Dus dan neem ik er 5 mee voor de familie. Dan kunnen we die opeten. Dat is super leuk. Ja, ik ga even pakken wat we nodig hebben. Oké, wat heb je nodig? Als op het recept staat dat je 2 lepels nodig hebt. Een beslagkom. En hoe heet dit? Een mixer met garlands. Dit zijn garlands. Dus die klik ik er alvast even in. Zo. En wat ik dan zelf altijd nog extra gebruik is een kopje dat in de magnetron kan, want de boter die smelt ik altijd helemaal, want dat is handiger. En een pannenlikker. Dat is ook altijd handig om echt het laatste eruit te halen, want dan verspil je helemaal niks. Dus ik ga vast even de ingrediënten pakken. Oké, wat heb je als ingrediënten nodig bij dit pakje? Bij dit pakje heb je 100, oh, hij is wel een beetje heet, 140 gram boter of margarine nodig en 100 ml water en de inhoud van het pakje natuurlijk. Even kijken, de eerste stap is, klop de boter in de mixer, beslag komt zacht. Dus, kijken, het is niet heel heet, dit en hierin, nou zoals jullie al hadden gezien, had ik dus de boter zacht gemaakt. Want dat, mijn boter is eigenlijk de boter in de koelkast. Ja, die is altijd koud. Dus die. Dat is geen kamertemperatuur. Daar moet ik daarmee wachten. Dus gaan we even. Oké, vind ik wel genoeg gemixt. Want de boter was al zacht. Dus even kijken. En de volgende stap is. Oké. Oh. Voeg aan de boter en de koekenmix. Oh, dit moet er nu in. Ik dacht dat ik snap er niks van. Als het goed is, zit hier 2 zakjes in. Oh ja. We hebben dus in de inhoud zijn 8 vormpjes. De koekenmix. En de glazuurmix. Glazuurmix lijkt echt wel lekker. Kijk, we moeten nu de koekenmix erin doen. Even kijken. Ja, leuk. Even kijken. Oké, ik ga eerst even de oven aanzetten, want blijkbaar ben ik nu al bijna klaar. Oké, I'm back. Ik ga dus het water langzaam toevoegen wanneer ik aan het mixen ben. Hier kunnen jullie het beter zien. Ik ga wel voorzichtig beginnen, want er is nog allemaal meel aan de bovenkant. Ik voel gewoon een beetje water toe, want het staat best wel droog. Oké, ik heb nu dit. Het ziet al heel lekker uit. Ik ga even met de pannenlikker er doorheen, zodat ik zeker weet dat er geen meel meer is. Dat wil je natuurlijk niet hebben. Oké, ik heb even gekeken en het zit er niet. Dus ik ga nog even doorroeren. Kijk, ja, nu zie je een beetje schoon. Ik ga nog even roeren. Even kijken, doe ik aan de kant. Nou, echt super lekker beslag. Even kijken hoe ik dat kan doen. Dan heb ik dit dus, maar, oh, ik heb die plaat er al in. Oké, ik ga even de plaat uit de oven halen en dan doe ik dit er alvast op. Oké, hier staat nu de plaat, maar ik heb even bedacht, ik ga de vormpjes hier vullen. Want dat vind ik handiger en dan leg ik ze gewoon daar neer. Even kijken, hier heb ik de mix. Ik heb 2 lepels en zoals jullie kunnen het gelukkig goed zien. Dus ik doe denk ik gewoon zo. Ik denk dat dit wel genoeg is.
Moet op. Nou, ik denk dat het zelf gaat spreiden. Ik ga ze eerst gewoon hier even allemaal neerleggen. Oké, zoals jullie hebben gezien heb ik ze nu allemaal gevuld. En ik vond dat ze best wel vol zaten. Dus ik heb er ook nog een cupcake vormpje heb ik nog een beetje gevuld. Ik weet niet hoe dat eruit komt, maar het past wel goed. En echt, als jullie vaak bakken, ik had echt een pannenlikker aangeschaft. Want het is zo handig en je had echt het laatste eruit. Wel jammer voor je kinderen, want die kunnen niet aflikken. Maar dat maakt niet uit. De oven is nu net klaar. Dus ik ga deze vormpjes er even opleggen. En dan doe ik ze in de oven. En dan kom ik terug wanneer ze eruit komen. Oké, hoi allemaal. Ik ben weer terug. En ik was helemaal vergeten om het te filmen. Maar ik heb dus het glazuur al gemaakt. Oeps. Oké, dit zijn de koekjes. Ze zijn echt goed geworden. Ik ga eerst even het één doen. Oh, dit werkt volgens mij niet zo. Kan ik het ook in een spuitzak doen? Het is. Weet je, ik ga het gewoon proberen. Of. Nee, ik ga het proberen in een spuitzak te doen. Ik denk echt dat dat perfect zou zijn. Kijk, ik heb hier spuitzakjes. Dat is wel handig. Oké, mensen, ik heb ze gemaakt. We did it. Ze waren echt super zuur, dus ik ga dat niet lekker opsnoepen. Maar ik ga nu even de keuken opruimen en ik laat jullie zo het eindresultaat zien. Oké, we zijn nu een paar dagen verder. En ik heb helaas geen filmpje kunnen maken van het eindresultaat, want ze waren opgegeten. Dus dat was niet heel slim. Maar jullie hebben op het laatste deel wel een beetje kunnen zien hoe ze eruit zagen. Dus dan sluit ik hier alvast de video mee af. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op ons kanaal. We hebben wat leuks in de reacties als ze aanstaan. En zeg ik tot dan. Tot bij de volgende video. Doei!